En onder grote publieke belangstelling is gisteravond de traditionele kerstboom ontstoken op het Onafhankelijkheidsplein. De initiatiefnemer Ramon Joala Persat, directeur van Roelies Lighting en Decor, had als speciale gasten uitgenodigd, de pupillen van de Meester Hubert Stichting. Zoals we straks de kerstboom gaan aansteken, het licht aangestoken wordt, dat het gaat schijnen, gaat stralen. Zo mogen wij ook als mens, wie we ook zijn, van waar we ook zijn, hoe we ook zijn, mogen we als mens ook licht zijn voor elkaar in die wereld. Mogen wij ook stralen naar elkaar toe en uitstralen naar elkaar dat we elkaar lief hebben. We danken God dat Hij ons de kracht geeft om dit ook weer ieder jaar te doen. We danken God dat Hij ons die liefde inbrengt om er voor elkaar te zijn. Het moment dat de kerstboom werd aangestoken door minister Siegfried Wolf van Openbare Werken en twee pupillen van de Hubert Stichting. De ceremonie begon met een kort woord en gebed gebracht door dominee Diana de Graven. Zij deed dat ook namens het comité Volkskerstzang. Volgens de dominee geeft het ontsteken van deze boom aan dat kerst echt begint in Suriname. Zoals we straks de kerstboom gaan aansteken, het licht aangestoken wordt, dat het gaat schijnen, gaat stralen. Zo mogen wij ook als mens, wie we ook zijn, van waar we ook zijn, hoe we ook zijn, mogen we als mens ook licht zijn voor elkaar in die wereld. Mogen wij ook stralen naar elkaar toe en uitstralen naar elkaar dat we elkaar lief hebben. We danken God dat Hij ons de kracht geeft om dit ook weer ieder jaar te doen. We danken God dat Hij ons die liefde inbrengt om er voor elkaar te zijn. Minister Siegfried Wolf van Openbare Werken memoreerde dat wij in het verleden een boom hadden die niet zo representatief was. Wolf is dus blij dat hij Joala Persat zover heeft gekregen om kwaliteit binnen te brengen. En die kwaliteit zien wij hier zo al een paar jaren staan. Kerstfeest is een feest van vrede en liefde. En die liefde zie ik zeker in het initiatief iedere keer weer van de heer Joala Persat als het gaat om het, als wij een beroep op hem doen om deze kerstboom op te zetten. En we zien in de gemeenschap zien we deze liefde niet alleen bij Ramon, maar ook andere mensen en andere organisaties. En deze liefde moeten we koesteren. En we moeten het in feite laten groeien binnen ons. Dat is belang van belang. En de negativiteit moeten we achterwege laten. Wij mogen kritisch zijn, maar laten we die liefde voor elkaar hebben. Hij hier van ons verlangt dat ik als kaarsjes branden in de nacht. Hij zegt ze dat ieder tot zijn eer zijn. Jij in jouw familie en ik in het mijn. Verder wanneer naar Bethlehem zijn. De loop van beschap voor die hemel kom op. Zo bracht Akash, een van de pupillen van de Hubert Stichting, dank uit aan de minister van OW en Roelies Lighting en Decor. Minister Wolf had als verrassing voor de leiding van de Meester Hubert Stichting een uitnodiging om vandaag een bedrag van 3000 SRD op te halen op het ministerie. Roelies heeft aan het dependans van Meester Hubert Stichting in Tamarejo Komowijnen een LED-TV overhandigd. De directeur van de stichting, Salima Jahangir, bracht dank uit aan de bewindsman en het bedrijf Roelies die het tehuis hebben bedacht. Dat waren dus enkele indrukken omtrent de ontsteking van de kerstboom gisteravond op het Onafhankelijkheidsplein.